Jongens, welkom bij een nieuwe video van je vrienden van Gamersnet. Wauw, wat een trailer was dat. Wauw, we zijn er weer. Oh, we zijn er weer. Dit is Tom, mijn naam is Salim. En vandaag gaan we het hebben over State of Decay 2. Een zombie survival game, exclusief voor de Xbox One X. En de normale Xbox One en Windows 10. Of ja, en de normale Xbox One. Ja, tuurlijk. Ja. Sorry. Ja. Exclusief. Niet alleen voor de Xbox One X. Dat is echt een rare opmerking. Tuurlijk niet. Dat is een family. Ja. En Windows 10 natuurlijk. Maar dat is tegenwoordig een beetje de standaard maar dat ze met Microsoft exclusive. Ja, zo kan je het noemen. De creepy oom van de family is ja. Windows 10. You can also play on Windows. Ja, en dan komt hij dan misschien ook nog naar Steam. Maar goed, State of Decay 2. Het is zover. Eindelijk. Is, we hebben een vervolg gekregen. Op de game die in het zombie survival genre de meeste potentie had om echt eens een keer iets te gaan worden. En hier is het tweede deel. De kans om al die potentie aan te grijpen en het echt eens goed te doen. En we krijgen dit ervoor terug. Oeh, ja. Dit was een genuanceerd antwoord. Nou, of tenminste. Ja, misschien moet ik het wel met iets meer nuance benaderen. Want ik ben een klein beetje teleurgesteld in State of Decay 2. Maar wat er staat is nog steeds, en dat is een beetje cru, is nog steeds een zombie survival met heel veel unieke potentie. Maar het is gewoon zo dat State of Decay 2 is bijna letterlijk hetzelfde als State of Decay 1. Er is niet heel veel nieuw in die 4 jaar ontwikkeldheid. Ja, want voor de mensen die niet weten, State of Decay, deel 1 kwam uit op de Xbox 360 toen de tijd. En ja. Uiteindelijk werd die geport naar de Xbox One met de Year One Survival Edition. Ja, en dan kwam het origineel ook nog eens van Steam. Dus het was een beetje een indie zombie survival door Microsoft opgepakt is. Exact, die is opgepakt door Microsoft en dat moest de grote exclusive worden van de Xbox. Dat moest gaan concurreren met een God of War, een Detroit. The Last of Us 2, Spider-Man. En natuurlijk niet te vergeten. Days Gone. Ook een zombie survival. Ja, game. Nou, dus dat is wat het had moeten zijn. Wat je zegt, deel 1 had superveel potentie. En nu deel 2, die heeft nog steeds superveel potentie. Ja, ja. Wat mij een beetje naar. Wat me nare nasmaak achterliet bij State of Decay 1 was dat ze iets heel unieks hadden gedaan. En dat is natuurlijk het zombie survival op een andere manier benaderen. Namelijk die van de community. Het feit dat je een soort van groep van overlevenden moet runnen. Je bent niet één persoon in één wereld. Het is een soort van groep die je runt. Ja. Dat was heel uniek. Maar er was heel veel mis met dat spel. Als in, het zag er niet heel praktisch uit. De animaties waren een beetje schokkerig af en toe. Controls waren niet helemaal intuïtief. Heel veel minuutjes die niet overzichtelijk waren. Juist. En dan komt dus nu deel 2, moet dat allemaal goed maken en je merkt gewoon dat de basis is te veel blijven staan. Het is bijna dezelfde game, de wereld oogt ongeveer hetzelfde. Het is iets mooier, maar er zijn nog steeds af en toe een beetje animaties die een beetje wonky gaan. Ja, het voelt nog steeds heel erg dat indie-achtige gevoel. Want heel veel dingen die je vergeeft van een indie, omdat het een klein ontwikkelteam is, die vergeef je niet als een game opgepakt is door zo'n gigant als Microsoft en het een exclusiviteitsdeal heeft. En dan weet je gewoon, er zitten hier gewoon mensen op en er zit hier gewoon geld en tijd in. Zeker omdat er 4 jaar tussen het eerste en het tweede deel zit. Het heel erg potentiële eerste deel. Dus dan denk je dat ze ook wel. Want het antwoord op dat eerste deel was heel duidelijk. Ze zeiden, alle spelers zeiden, dit is tof, dit is uniek, ik wil hier verder in. Maar het moet dieper, het moet mooier en het moet gewoon allemaal iets meer AAA voelen. Ja. En als je echt op zoek bent naar AAA, dan ga je dat hier niet krijgen. Het is nog steeds een heel vermakelijk spelletje om gewoon lekker te grinden en om lekker die game in te duiken. En dan ga ik een beetje scavengen, dan ga ik een beetje de wereld in op zoek naar wat materialen. Maar je moet niet verwachten dat er een heel diepgaand verhaal in zit. Je moet niet verwachten dat er ontiegelijk veel unieke soort van gameplay elementen in zitten. Je hebt met een zeg maar 10 uur spelen, heb je wel zo'n beetje gezien hoe de game zich uitfaseert. En dat wordt gewoon een beetje. Die lengte wordt opgerekt door veel te grinden, door veel van die runs te doen, door af en toe een keer een survivor te verliezen met permadeath en dergelijke. Ja. Maar nee, je moet nou niet verwachten dat dit echt, weet je wel, net als Days Gone iets nieuws doet, iets heel erg verfijnd. Nee, precies. Juist, want het is natuurlijk een game, voor de mensen die weten, het is een zombie survival game waarbij je in principe jouw team een soort van aanstuurt. Alleen elk individueel lid van jouw team kan jij besturen, dus die kan jij actief spelen. En in dit deel is het dan ook nieuw dat je ook echt een leider kan kiezen, als ik het goed zeg. Ja. Ze kunnen nu eigenlijk al je survivors kunnen een soort van groeien in reputatie. Dus er is een pot aan influence voor het hele team, maar ze kunnen nu zelf ook levelen. Dus niet alleen hun eigen skills voor koken, schieten, rennen, dingen bij zich dragen en dergelijke. Niet alleen dat kan levelen, maar ook zij kunnen een soort van levelen en uiteindelijk de leider worden van jouw kamp. En dan unlockt ook zeg maar wat unieke
endgame content, zou je kunnen zeggen. Juist. Dan wordt zeg maar je einddoel duidelijk en dan krijg je bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om speciale traits die alleen bij die leider horen zeg maar, toe te passen. Dus exact. Ook bijvoorbeeld als je een bouwer verkiest als leider, krijg je de mogelijkheid om een sniper toren te bouwen die een andere leider er niet zou kunnen bouwen in je settlement. Juist. Dat is wel leuk, nieuw, uniek, extra puntje eraan, maar verder blijft nog steeds een beetje de basis, de fundering van het eerste deel staat nog steeds heel erg. En nou ja. Goed, die is ook iets dieper, dus al die traits die die gasten hebben, dat gaat allemaal iets dieper. Ze hebben allemaal een beetje, klein beetje hun eigen insteek en wat subquests, maar je moet niet denken van dat je er heel erg mee kan bonden ofzo. Nee, precies. Nee, dat is natuurlijk ook een beetje wat je opoffert. Deze game heeft dan, neem ik aan, wel hele hoge replaywaarde. Want alles is in principe, wat je zegt, randomly generated. Je personages, je kamp, et cetera. De andere kampen ook in de wereld. En run survivors, wie er allemaal rondloopt, wie je kan vinden. Dat is vrij randomly generated. En dat is natuurlijk best wel altijd een beetje de balans. Hoe lineairder een game is, hoe meer scripted momenten en hele diepzinnige momenten. Bijvoorbeeld God of War natuurlijk, die heeft dan... dat is een super lineaire game. Ja, daar bond je natuurlijk met de Kratos en zijn zoontje. Ja, dat ga je hier echt niet zien. Een soort, zeg maar, bijna filmisch hoe die game ook gefilmd is en hoe dat verhaal is volgt. Dat heb je hier natuurlijk een stuk minder. Maar je krijgt natuurlijk wel voor terug, in plaats van één verhaal, heb je eigenlijk honderden verhalen bewijzen van. Ja, je maakt een soort van je eigen verhaal of het verhaal van je eigen settlement. Dat groeit wel een beetje. Maar bijvoorbeeld ook de gasten die je hebt, weet je, ze kunnen een beetje met elkaar gaan praten in het kamp. Maar het is niet dat je denkt van, oh, wat voor een uniek gesprek hoor ik nou ineens. Het is gewoon heel vaak dat ze dezelfde dingen tegen elkaar roepen. En het is nog steeds heel erg een stats-spelletje. Het is heel erg min-maxing. Je bent continu aan het micromanagen van welke trades moet ik het beste inzetten? Hoe ga ik mijn settlement uitbreiden? Wat voor materialen heb ik daarvoor nodig? Oh shit, nu hebben we weer weinig voedsel, dus moet ik iemand op een voedselrun sturen en dergelijke. Ja. Dat is het meest diepe aspect, het diepste aspect van heel State of K2. Daarin is veel te grinden, maar als dat je niet ligt, dan valt eigenlijk die hele game uiteen. Je moet hier niet naar op zoek gaan naar een dik narratief verhaal. Je moet niet op zoek gaan naar bonding met survivors, want ja, ze kunnen toch immers permadeath sterven. Je moet ook niet denken dat dit een hele brute zombie hack and slash is, want nog steeds de animaties en dergelijke. Het is allemaal wat... Het voelt misschien nog inderdaad, zoals je zegt, iets te indie of zo. Beetje indie-achtig. Okay. Ja, het grote potentieel iets van deel 1 natuurlijk was natuurlijk de co-op die er niet in zat in deel 1. Zit er nu wel in. Yay. Hoe is dat? Nou, het is niet de co-op die je zou verwachten of in ieder geval zou hopen anno 2018. Dat is vooral mijn nadeel eraan. Ik zag die co-op in die trailers verschijnen en ook in de preview sessies op E3 en dergelijke had ik zoiets van yes, co-op, let's go. Het is een shared world adventure. Met heel veel restricties. Mm. Je kunt wel iemand meenemen naar jouw wereld, of drie vrienden, of jij gaat in iemand anders wereld duiken. Maar het is niet shared world, als in dat je samenwerkt naar dezelfde doelen. Je moet als een soort van aan de host getetterd, als een soort van je moet dicht bij de host blijven en je moet hem een beetje helpen. Maar je kunt niet met z'n allen die wereld in en allemaal je eigen dingetje gaan doen. Ja, precies. Het is niet je eigen progressie die omhoog gaat, je bent iemand anders aan het helpen. Nee, je bent op bezoek bij iemand. Het is niet dat je samen één settlement runt. Dat voelt dat vind ik zo jammer. Heel 2012, 13-achtig aan. Ja, het voelt een beetje als zo'n, weet je wel, de allereerste Lego Star Wars game. Hoe die game co-op heeft, zo is het in State of Decay 2 ook. Je bent op bezoek bij iemand en je helpt hem, maar je moet wel dichtbij hem blijven en dergelijke. Ja, precies. Dat vind ik niet meer van deze tijd eigenlijk. Nee, tegenwoordig heb je natuurlijk al veel sneller, als je dan co-opt, dat er dan in ieder geval twee aparte progressielijnen gaan lopen. Ja. En hooguit misschien... zoals bij bijvoorbeeld een game als Far Cry, dat is natuurlijk singleplayer hoofdzakelijk, dat je dan in ieder geval wel resources kan halen bij de ander. Ja, maar dat is dus ook hier niet. Dus als ik een van mijn survivors de wereld van een maat instuur, zo van, oh, ik ga je wel even helpen met deze survivor, ik kan niet iets meenemen of zo terug naar mijn wereld. Dus je hebt er echt eigenlijk niks aan, behalve dan dat je samen een soort van dicht bij elkaar kan spelen. Ja, het is natuurlijk wel heel fijn, want de game kan moeilijk worden. Soms word je gewoon overmeesterd door zombies, dan kan het fijn zijn om sowieso een AI partner al mee te nemen, maar al helemaal fijn natuurlijk als je iemand waarmee je daadwerkelijk kan communiceren en die daadwerkelijk doet wat je zegt. Ja, natuurlijk in de basis is de basis van co-op is natuurlijk samen echt wel kunnen spelen en de gameplay ervaring kunnen delen. Dat zit wel in, maar het voelt zo... Ja, 2018 wel fraaier geweest als je ook wel wat meer kan delen dan alleen het spelletje samen. Ja. Jammer. Dan vraag ik me gelijk af, omdat hij natuurlijk wel echt heel erg geprezen wordt en neer wordt gezet als AAA-game, hoeveel ben je dan nog niet kwijt voor dit spel? Nou, de game is dus wel te koop voor €30, dus daarmee zou je dus wel kunnen zeggen van het is een soort van indie game plus. Een goede indie is €20, je krijgt hier wel veel gameplay voor terug, maar het is dus een soort van dure indie zou je kunnen zeggen. Ja precies, dus het is een soort van, dat is ook natuurlijk alweer vreemd, want dit zou dan de
knaller moeten zijn van Xbox, maar dan... Ja, niet voor 30 euro. Nee, maar dat bedoel ik. Het is ook, ja, dat klinkt heel stom, niet dat ik heel veel meer geld wil betalen voor games, maar het is natuurlijk wel een soort van raar als dan jouw topper op dit moment 30 euro is, dan geef je toch wel inderdaad een beetje aan van ja, het is nog steeds wel gewoon een indie game plus. Ja. Weet je, als ze er meer geld in hadden gestopt en meer tijd, was het misschien groter geweest en ook gewoon die 60 euro waard. Ja, ja precies, maar dat is het niet. Het is nu een soort van triple B game, zou je kunnen zeggen. Het is, de grote titel, maar dan niet voor de volle lap. Nee, dat is vreemd. Als dat jouw hoofdgame is, vind ik dat persoonlijk vreemd. Maar goed, ja, dat is een keuze geweest. Dus dat is wel een beetje een soort van pijnlijk puntje. Ja. Omdat het nog steeds wel die indie pretenses heeft af en toe. Dat, ja, af en toe dat is wel echt jammer. Het voelt niet zozeer polished en dergelijke. En ook op een goede PC, ook al draai je het best wel lekker, de game stottert nog steeds heel vaak. Je hebt pop-ups in de open wereld, de auto's rijden nog steeds als natte kranten. Mm. Daarin zie je gewoon zoveel terug van het oude spel, dat je toch wel zoiets hebt van... Oh. Ja, maar als je voor dat grinden bent en voor een moeilijke zombie survival waar het ook echt draait om meerdere survivors en leuk werk met stats en dergelijke, dat zit er wel in. Want ik heb wel kunnen lachen om bepaalde dingen die ik zie in de wereld. Dat ik iemand in mijn settlement neem, denk van, oh, die kan fantastisch koken, die moet ik hebben in de keuken. Maar dat er dan vervolgens iemand is die dus snurkt en heel luid praat, waardoor ik weer meer zombies aantrek en waardoor de rest weer zichzelf weer kut voelt. Die statistieken, dat micromanagen ervan, dat doet het gewoon goed. Maar ja, aan de andere kant, dat is ook wel het minste wat je kan verwachten van zo'n game, want dat is de kern van dat spel. Als dat niet zou werken, dan is het helemaal... Maar eigenlijk doet het alles daar omheen, of vrijwel gelijk aan deel 1, of gewoon niet goed genoeg. Nee, dat is zeker een beetje... Zeker niet voor 60 euro, zou ik zeggen. Zeker niet voor 4 jaar die er overheen zijn gegaan. Ja, dat vind ik dan toch wel weer... Dat helemaal. Ja, ik snap als mensen er fun in hebben. Ik heb er ook wel fun in, maar ik heb gewoon wel die nare bijsmaak van, dit is eigenlijk gewoon State of Decay 1.5. Juist, het voelt als een DLC, grote DLC. Ja, het is een soort van hele grote expansion en een port of zo. Het is bijna een remastered editie, zeg maar, of een remake. Maar ja, het is niet dat je denkt, ze zijn echt goed voort aan het borduren op de formule die ze hebben. Het is nog steeds dezelfde formule, zij het dan hier en daar een beetje getweet. En ik denk dat we wel kunnen zeggen dat gewoon extra zuur is, omdat het zoveel potentie heeft. Ja, nee, precies. Juist omdat je zoiets hebt van, maar als ze hierin door zouden gaan, als ze dit griddiger maken en mooier en verfijnder, dan zou dit echt, zeg maar, The Walking Dead game kunnen zijn. Zoals je hem wil. Dat je eigen Rick Grimes bent en je eigen mission vindt ergens aan de kant van de weg of zo. Maar ja, dat net niet. Dat doet het gewoon helaas niet. Ja. Nou, ik denk bottom line dat we kunnen zeggen dat State of Decay 2 hem net niet aantikt. Net niet aan. De staat van de game is zelf al een beetje in verval. Mooi. Mooi. Spontaan. Spontaan, niet ingestudeerd. Totaal. Ik las hem wel goed van de auto, Kim, toch? Ja. Dankjewel. Stagiair. Oh, wacht, dat kan ik. Ja. Oh, het is dag van de stagiair trouwens. Echt? Ja, shit. Waar de taart gaan we? Fuck, zijn we fucking hookers en cocaine, man.